Goedemorgen. De microfoon doet het. Nou, welkom. Leuk dat jullie zijn bij, ik denk, het allerleukste onderwerp wat we binnen de Friese Waren hebben. De fokkerij. Fokkerij van het Friese paard. Jong KVPS heeft mij gevraagd om daar iets over te vertellen. Ook iets over de historie te vertellen van het Friese paard. Nou heb ik het wel een klein beetje omgebogen, want om het alleen maar over de historie te hebben, ja, daar kunnen we natuurlijk 5 dagen over vertellen gezien de historie. Maar het lijkt mij vooral leuk om het ook over het hier en nu te hebben, maar vooral ook richting de toekomst, van waar liggen de uitdagingen en waar gaan we mee aan de slag. Mijn naam is Jitse Bouwman, ik ben voorzitter van de Fokkerijraad, ja, zo nu in een rol je ergens in. Fokkerij ligt heel dicht bij mij. Mijn opa is ooit begonnen in 1934 met stam 8. En ja, we zijn intussen bezig met de 11e en de 12e generatie in die stam. Dus ik ben wel een klein beetje chauvinistisch en eenkennig, maar daar komen jullie vast achter. Brand knikt al van, die zegt, die weet dat. Van, ja, eigenlijk is er maar één stam, maar één goede stam, zeg ik altijd. Maar het gaat geen marketingverhaal stam 8 worden. Laat dat helder zijn. Ja. Ik wil heel graag interactie. Een aantal van jullie ken ik wel, een aantal van jullie ken ik niet. Dus ik heb wel een PowerPoint, maar heel basic. Ook om graag wat interactie te hebben. Het is niet bedoeld als lesgeven, van dat ik jullie heel veel les ga geven in fokkerij. Want fokkerij moet je vooral zelf doen. En wat ik heel erg belangrijk vind in fokkerij, om je eigen visie te ontwikkelen en door te ontwikkelen. En je kunt afgaan wat anderen zeggen, maar die hebben toch altijd een andere mening. En dus het is vooral leuk, vind ik altijd, om je eigen lijn daarin te zoeken van wat vind je belangrijk. Zijn er op voorhand vragen dat jullie zeggen van, ja, daar wil ik het heel graag wel over hebben of juist niet over hebben? Dat laatste kan natuurlijk ook. Hartstikke goed. Voor mij is fokkerij is 24-7 genieten van je Friese paard. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat we een aantal merries thuis hebben, een aantal fokmerries. En ja, dit zijn van mijn beelden, van daar doe ik het ook voor. Natuurlijk is het ook leuk om een predicaat te halen en om verder te genieten. Maar dit is overigens de 10e en de 12e generatie. Ja, hier doe je het voor. Dit vuil is geboren 6 jaar geleden. Intussen heeft hij ook zelf alweer 2 veulens gehad. En ja, dit was de eerste keer buiten. En dat is een fantastisch moment, vind ik altijd. Dat zijn voor mij echt de momenten van het jaar. Voordat ik heel emotioneel word, ga ik gauw verder. Goed, bij het toch een kleine agenda. Historie, fok, doel. Wat heel belangrijk is, sta je natuurlijk niet alleen voor mezelf, maar ook voor de fokkerij en het fokdoel. Fokdoel is ons handvat om waar wij mee aan de slag mogen. Huidig onderwerp, Fokkerijraad. Fokkerijraad heeft natuurlijk ja, best wel wat onderwerpen bij de kop en willen graag ook adviezen gaan leveren. Wellicht even goed voor te vertellen, wat is de Fokkerijraad? Fokkerijraad is adviesorgaan binnen het KVPS die gevraagd en ongevraagd het bestuur adviezen geeft over fokkerij. Dat is een fantastische positie als Fokkerijraad. Wij hebben geen verantwoordelijkheid. We hoeven geen verantwoordelijkheid af te dragen. Dus alle leuke onderwerpen en alles wat wij belangrijk vinden, kunnen wij gewoon mee aan de slag. Hè? Vaak krijgen we vanuit het bestuur of andere geledingen de vraag van, jongens, ga daar eens mee aan de slag. Maar we zijn ook wel zelf actief, dat we ook actief met onderwerpen aan de slag gaan. Van denken van, ja, daar moeten we toch echt wel iets mee. Er is best wel iets aan de hand natuurlijk binnen het Friese paard. We hebben wel wat uitdagingen. Maar daar zien we allerlei mogelijkheden voor om die uitdagingen op te lossen. Nou, een stukje historie. Ooit een keer in 1879 is het Fries paardenstamboek opgericht. In die jaren was het een heel edel luxe paard. Hè. Dat werd gebruikt voor harddraverijen, voor herenboeren die gingen pronken met het Friese paard. Je kunt dat vergelijken, ja, niet met het pronken van het Friese paard en die harddraverijen, maar wel qua type komt die best wel wat dicht bij de huidige Friese paarden wat we willen. Nou, toen zijn ze eigenlijk in de loop van 1900 zijn we richting landbouw gegaan. Toen moest er bij de Friese paarden hadden niet als concurrentie harddraverijen, maar moest gewoon gewerkt worden in de landbouw. Dus werden het meer landbouw, hè, zwaardere type, brokkenpaarden werden het. Heel ander gebruiksdoel.
dan daarvoor, maar ook zeker als nu. En toen zijn er een aantal initiators geweest binnen het stamboek, hè, in de 60e, 70e jaren, die zagen wel, jongens, met die tractor opkomt in die landbouw, gaat ons Friese paard gaat het niet halen als wij niks doen. Dus toen is heel erg ingezet op recreatie en sport. En die mensen hadden echt een hele goede visie. Van ja, als wij het laten zijn zoals het nu is, met de types en het doel, ja, dan dat is heel erg bepalend geweest, want dan hadden wij hier waarschijnlijk zo niet gezeten. Zeker wat er hier in het WTC gebeurt, was er ook niet geweest. Dus dat zijn hele bepalende mensen geweest met goede visie en ook heel veel mensen die zich daar actief voor hebben ingezet. Heel erg bepalend. En gelukkig hebben ze het maar gedaan. Nou, handleiding voor de hele fokkerij is het fokdoel. Het fokdoel is opgeknipt in vier hoofdonderdelen. Daar zit ook een enorme grote samenhang tussen die. En dat staat ook gewoon op de KVPS-site. En ja, ik wil niet te belerend overkomen. Ik vind gewoon dat iedereen dat een keer moet lezen en weten van wat staat er in het fokdoel. Het zijn maar een paar bladzijden, maar wel heel erg belangrijk om te weten van ja. En het is ook heel algemeen. Er staat niet iets in wat wel en niet mag, maar dat is een gewenste situatie wat we willen. Heel erg belangrijk. Nou, karakter, mijn stokpaardje, een van mijn stokpaardjes, karakter, gaan we uitgebreid bij stilstaan wat mij betreft, exterieure sportaanleg. Sportaanleg is ontzettend breed, daar komen we straks ook wel op. Nou ja, gezondheid en vitaliteit is natuurlijk ook de afgelopen periode heel veel om te doen en terecht. Onlangs is in het fokdoel gezondheid op 1 gezet. Dat is natuurlijk een beetje politiek, want alsof voorheen gezondheid niet belangrijk was, het was natuurlijk altijd al belangrijk. Maar daarmee wel aangegeven van jongens, we hebben wel wat uitdagingen qua gezondheid en vitaliteit. Ik ben positief ingestemd. Ik denk dat wat er nu qua erfelijke afwijkingen is, dat we dat binnen de populatie gaan oplossen. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar dan moet vooral de wetenschap moet ons daarbij helpen. Klein voorbeeldje is dragerschap van waterhoofd en dwerg. Moord en brand was dat vroeger. Bijna alles verdween onder de tafelkleed. Er werd niet te veel over gezegd. Intussen hebben we dat prima onder controle. We hebben het nog wel, maar door de risicoparingen te vermijden, hebben we het onder controle. En we zien ook dat de aantallen zakken. Natuurlijk willen we er graag van af, uiteindelijk. Maar om nu te zeggen van we gaan al die hengsten van dragerschap afkeuren, dan hebben we nog minder variatie in de populatie en dat kunnen we gewoon nu echt niet hebben. Want dan sluit je heel veel hengsten uit en dat is juist voor de bloedspreiding zou dat best wel eens heel vervelend kunnen zijn. Dus we gaan er gewoon mee door. We worden nu ook geholpen het afgelopen jaar dat de 7 hengsten zijn goedgekeurd die geen drager zijn. Nou, dat is hartstikke mooi, maar dat is toeval. Het is nu niet zo dat een dragerhengst niet meer wordt goedgekeurd. Maar het helpt ons wel in aantallen nu er geen dragers goedgekeurd zijn. Dit is overigens geen stamachtpaard, maar wel, ik vond het wel een mooi plaatje. Dus gezondheid, ja, staat voorop. Want we willen niet alleen dat het paard gezond is, maar we willen er ook iets mee kunnen. We willen graag dat hij heel vruchtbaar is. En je wilt gewoon ongecompliceerd dat een paard oud wordt. Een van de doelen die we nu in de Fokkerijraad hebben, om te kijken van kunnen we de gemiddelde leeftijd van een paard, kunnen we die omhoog brengen. Gemiddeld wordt een Fries paard nu 13,1 jaar. Maar dat zegt nog niet zoveel. Maar, alleen we hebben data nodig van ja, wanneer komen ze te overlijden, maar vooral ook van waaraan komen ze te overlijden. En ja, dan kom je aan de database. Er zijn veel te weinig mensen die hun paard afmelden op het moment dat die komt te overlijden. Daar is al eerder een oproep voor gedaan. Maar die data hebben we nodig van ja, op welke leeftijd komt je paard te overlijden en waaraan is die overleden? Soms weet je dat niet, nou weet je het niet, maar soms weet je het ook wel. En dan kun je uiteindelijk zeggen van ja, veel oorzaken, wat veel voorkomt, gaan we aanpakken. Of zeggen we, dat kunnen we niet aanpakken, want dat is gewoon zo. Dus ook de oproep aan jullie en aan jullie hele netwerk. Heb je helaas een paard wat overleden is, dat is wel heel vervelend. Maar meld hem af met reden.
Moet daar altijd sectie op gepleegd zijn op zo'n paard? Nee, dat is natuurlijk niet te doen. Je kunt niet op ieder paard sectie plegen om precies te weten waar hij aan. Maar uw veterinair of jezelf hebt vast wel een idee van waaraan is hij overleden. En weet je dat dan 100% zeker? Nee. Maar dat is voor de wet van een groot getal, is dat niet heel erg. Maar we willen het wel graag weten. Vitaliteit, duurzaamheid, vruchtbaarheid is nog wel een issue. Dat is best wel erfelijk. We zien dat bij de hengsten bevruchtings ook terug. Dat is best wel een uitdaging om te zeggen van ja, daar willen we iets mee. Alleen ook door selectie kunnen we daar wel iets mee, maar moeten we wel gaan selecteren. En blijven selecteren op de ondergrens van ja, hengsten met... Sommigen zeggen van ja, er worden best veel hengsten die komen niet in de dekdienst omdat ze er op sperma uitgaan. Ja, maar die grens die is al niet heel hoog die we nu hebben. En de grenzen die nu zijn, dat is ook geen zekerheid van wel of niet bevruchten, maar het geeft een indicatie. En we willen die grens niet verlagen, want daarmee krijg je wellicht later nog weer meer uitdagingen. En dat willen we niet. En dat is over altijd zo natuurlijk bij fokkerij. Fokkerij is selecteren. Je moet gewoon altijd selecteren. En eigenlijk moet je dat alleen op de ratio doen. Ik kan dat ook niet. Persoonlijk kan ik dat niet. Want het is allemaal emotie waar je mee bezig bent. Maar in hoofdlijnen moet je selecteren. En daar heb je de data voor nodig om daar iets mee te kunnen. Wat belangrijk is, is het onderzoek. Wageningen gaat een onderzoek doen. Om alles in kaart te brengen qua DNA. Zodat we straks ook weten van waar zitten de problemen en waar kunnen we dan wat aan doen. Want dat is net hetzelfde met dwerg en waterhoofd. Op het moment dat je het in beeld hebt en je weet waar het zit, dan kun je erop sturen. Nu zijn er best nog wel een aantal onderdelen, slokdarm, aorta, maag. Dat is heel vervelend, maar we weten nog niet exact waar het zit. Het onderzoek slokdarm, daar verwachten we binnenkort wel stappen in te maken. Maar op het moment dat we het weten, dan kun je erop selecteren. En dan kun je ook zeggen, van, ja, hoe gaan we dat uiteindelijk in de populatie meer naar de achtergrond drukken. Maar best spannend die onderzoeken, want ja, we weten niet wat eruit komt. Misschien is het wel een heel hoog percentage, maar misschien valt het ook hier en daar nog wel mee. Maar zolang we het niet weten, blijft het gissen. Ik ben niet een echte Facebook-ganger, maar daar worden de mooiste verhalen op gezet. De ene zegt het is 10 over 12 en de hele klok gaat in de rondte zo'n beetje. Ik ben ervan overtuigd dat we door selectie, als we de wetenschap ons helpt, dat we door selectie heel ver kunnen komen. Ja? Ja. De uitkomst van het resultaat van die onderzoek duurt bijna 4 jaar. Klopt. Dat zijn 4 jaar dan langs de lijn weer. Ja. En dan weer wat benieuwd om te komen, hoe moeten we dan verder? Er zijn gewoon denk ik ook wel veel mensen na die 4 jaar die zijn niet met die uitkomst eens. Dat kan. Alle. Nou, maar, dat klopt, alleen we zullen het inhoudelijk moeten afwachten, omdat we het nu, wat je niet exact weet, kun je ook niet opsturen. Er zijn heel veel mensen die denken, ja het zit daar, de mooiste verhalen, maar wetenschappelijk weten we het gewoon niet. Wat nu echt de sturing is, en dat hebben we gisteren ook gelukkig gezien bij de aanwijzing van de hengsten, en dat is wat Bart Ducro en Marije Steensma en de wetenschap ook zegt, hou alsjeblieft de genenpool die je nu hebt, de populatie, hou die. Wat we wel zien, er zijn 5 stempelhengsten. Die komen heel veel voor. Die hebben hoge indexen, die doen het heel goed. Maar we lopen er wel massaal een beetje allemaal achteraan. En dat snap ik wel, want iedereen wil het beste en het mooiste paard op stal hebben. Maar voor de bloedspreiding is dat echt wel een gevaar. Dus de opdracht voor deze komende 4-5 jaar is, totdat de onderzoeken klaar zijn, houd de genenpool die we nu hebben. Gisteren is er... Ja, je moet altijd voorzichtig zijn om namen te noemen. Gisteren is de vonger aangewezen, puur vanuit de bloedspreiding. Zeggen mensen, ja, het is niet het allermooiste type. Nee, maar misschien hebben we hem later wel heel hard nodig. Maar dat weten we niet. Plus daarbij, van ieder paard komen altijd weer goede paarden. Wij kijken veel naar het fenotype.
Hè, dus hoe is het paard, wat laat hij zelf zien. Maar qua pedigree en achtergrond en vitaliteit zit er heel veel achter. En dat vergeten we wel eens wat. Hè. We moeten niet alleen naar het eindplaatje kijken. Maar je kijkt ook naar veel meer dingen. En karakter en vitaliteit en heel veel dingen zijn belangrijk. Dat maakt de fokkerij ook zo leuk. Want als je alleen maar achter indexen aanhaalt, dan heb je heel snel een heel mooi paard aan de buitenkant. Maar zijn dat ook de allerbeste paarden voor je eigen doel of voor later? En dat is leuk om het zo breed mogelijk te houden. Hè. Gebruik ook eens een paard, een hengst die wat lager in de indexen zit, maar die juist hele andere kenmerken heeft, die heel waardevol zijn. Ik wil overigens niet zeggen, die 5 stempelhengsten, dat die niet goed, dat jullie die niet mogen gebruiken. Want dan heb ik straks 5 hengstenhouders aan mijn bureau, op mijn telefoon. Dat is niet de bedoeling. Alleen, ja, ontwikkel je eigen visie daarin. Ja. En altijd die 5 mensen die jou mee omhoog brengen. Ja. Ik denk wel dat het een taak is vanuit het KVS om mensen daar echt op te adviseren. Want er zijn heel veel mensen die maken gewoon via de computer de ja. Meeste keuze. En dan kom je altijd hoger uit met dat soort hengsten. Klopt. Het eerste wat we nu binnen de fokkerij hebben bereikt, een van de dingen, is dat we de totale index los willen laten. Want mensen die hollen daar toch achteraan. En wat u inderdaad zegt. Ja, dat zijn toch vaak dezelfde. En die hebben natuurlijk ook bewezen kwaliteiten. Laat dat helder zijn. Ik ga niet die hengsten hier staan afbranden. Want die hebben absoluut bewezen kwaliteiten. Alleen we moeten ze niet alleen maar gaan gebruiken. Want we gaan enorm die fuik in met z'n allen. Ja. Ja. Want het is vaak de combinatie die belangrijk maakt. Absoluut. Ja. Ja, en een van de uitdagingen is daar, van hoe krijgen we daar zoveel meer ook diepvriesperma naartoe, hè? Of meer hengsten. Ja. 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 Maar ook Noord-Amerika wordt het weeboek 2 paarden niet erkend. En dat is het enige land waar het niet wordt erkend. Maar voor de bloedspreiding is dat best wel negatief, want ja. Ze mogen daar wel bij, er zijn 4 andere stamboeken. Dan zeggen ze gewoon, laat ik KVS maar zitten, maar dat is heel jammer. Absoluut. En zeker ook vanuit. Ja. Nee, dat is heel jammer. Hè. Vandaar ook hè. Eigenlijk dat ze daar de bijboek 2. Hè. Ik ken de discussie. Dat is niet echt een fokkerijraad discussie. Want wij zouden zeggen vanuit de fokkerijraad van blijf ze alsjeblieft registreren. Hè, want zeker in die gebieden waar weinig hengsten zijn, ja, daar heb je gewoon hengsten met een dekvergunning nodig. Of niet, om in ieder geval je medisch te kunnen bedienen. Maar dat signaal is doorgegeven en het zou heel fijn zijn dat die toch weer geregistreerd kunnen, hè? Dat die weer geaccepteerd gaan worden. Dus wachten op het onderzoek in bloedspreiding, dat is eigenlijk de opdracht voor de komijn. We zijn binnen de Fokkerijraad bezig om hier en daar wat stimulansen te doen, met name ook op derde premie stamboekmerries. Nu is het een beetje zo, en ik chasseer graag mensen die me kennen, die denken ook van, wat sta je nou weer zwart-wit te praten? Niet lachen brand. Maar uiteindelijk, een stermerrie is alles en een stamboekmerrie is niks. Ik chasseer even. Hè. Zo is het. Hè. Vol papier is heilig. Want, hè, en zit er een gat in het papier? Nou, waardeloos. Dat is heel, heel jammer. Als je naar de cijfers kijkt, de totaal cijfers van de keuring. Hè, je moet, bij een stermerrie, moet je cijferbalk 49 punten halen. Dan heb je een ster. De gemiddelde tweede premiestermerrie, hebben we nu bekeken, over een aantal jaren, die haalt 49,2 punten. Dus je zit mooi op de grens, net over de grens. De gemiddelde derde premies stamboekmerrie, die zit op 46,8. Foktechnisch zitten die dus heel dicht bij elkaar, dat ontloopt elkaar niet zoveel. Maar uiteindelijk wat we doen is, ja, stermerrie meer fokken en stamboekmerrie niet. Ja, eigenlijk is dat zonde, dat is ook heel erg zonde voor de bloedspreiding. En dan hoop ik niet dat die inspectie in de zaal zit, want anders gaan ze me lynchen zometeen. Maar vaak zie je een derde premie stamboekmerrie, ja, die gooit net even de staten niet op. En ja, dan wordt die niet ster. Nee, alleen is je veulen wel veel minder waard. En de kosten zijn hetzelfde of je met een stem hebt of met een Ja,
Maar het is ook een stukje mindset, hè, van ja, blijven we daar met z'n allen in geloven dat een derde premie stamboekmerrie voor de fokkerij niet waardevol is? Of zeggen we, ja, die zijn juist wel waardevol. Alleen, ja, wellicht haal je daar niet een kampioen van de centrale keuring uit. Ja, wat is je doel? Ja, uiteindelijk wil je, en daar ben ik ook, en daar gaan we zo meteen ook door. Het is, waar ik bijna mee begonnen ben, 24/7 genieten van je eigen paard. En dat is, hoop ik, niet alleen afhankelijk van het predicaat wat hij in 3 minuten op de keuring krijgt. Natuurlijk is dat belangrijk, doe ik zelf ook. Ik vind het een kick. En zo nu en dan krijg je het fix even van je deksel op het neus. Ja, dat hoort bij het spel. Als je daar niet tegen kunt, moet je er niet aan beginnen. Maar het valt ook wel eens mee. Ik heb ook wel eens 1 voor de keuring gehad. Ik dacht, maar, eigenlijk is die niet sterwaardig. Maar de zon die scheen, het was mooi weer en het werd wel ster. Ja, dat is ook weer kicken dan. Hoor je mij niet over, dat soort dingen. Volgende onderwerp. Dan weet ik niet of hier geluid is. Kun je hier geluid bij maken? Of, nee? Nou, wat is dit? Niet zo'n spectaculair plaatje, helemaal niet. Dit is een 3-jarige merrie, die is net een paar weken geleden beleerd. En mijn dochter van 16 rijdt ermee zo door het dorp. Ja, dat zijn voor mij de karakterpaarden. Maar we hoeven de zweep niet te gebruiken met dit paard. Dat vind ik ook wel prettig. Ja, dit is voor mij karakter. Dit is overigens die merrie die eigenlijk in mijn ogen niet sterwaardig was, maar wel ster is geworden. Dus we kunnen weer door. Gewoon even. Oh, we gaan even door. Karakter is naast gezondheid voor mij persoonlijk, maar ook Fokkerijraad, wel een van de grote aandachtspunten voor de komende jaren. Want we willen iets doen met een paard. Hij moet heel braaf zijn op stal, maar als je erop gaat zitten en op erachter gaat zitten, dan willen we ook graag er niet mee verongelukken. Maar dan willen we ook graag dat hij wat wil bereiken, wat kan bereiken. Sinds 2013 is er een onderzoek geweest. Hè. We zijn de paarden bij de ABFP en ook het Centraal Onderzoek gescoord. Daar hebben we een lineair scoreformulier van. Kennen jullie dat formulier? Weten jullie? Je ziet bij de hengsten, bij de rapportage van de hengsten, zie je ook die kruisjes. Hè, van, ik heb ze hier eventueel wel. Ja, van links naar rechts, hè, over betrouwbaarheid. Hoe zijn ze in de box? Hoe zijn ze sensibel, niet sensibel? Dat soort. Zijn mensen die het niet kennen? Anders dan kunnen we wel laten zien. Het hoofddoel is, we willen een aangenaam karakter. Hè. We willen een cool karakter, we willen een goed karakter. Maar dat zijn hele subjectieve, hele brede termen. We hebben iemand in de Fokkerijraad waar we ook heel erg blij mee zijn. Die heet Mark-Peter Spaan. En dan zegt hij het ook nog een beetje op zijn Belgisch. Ik wil een aangenaam karakter. Ik denk dat dat het omschrijft. Je wilt een aangenaam karakter, zowel op stal, maar ook in het gebruik. En dat geldt voor ons iedereen. Alleen de ene wil er meer uithalen dan de ander. Ik wil een rondje door het dorp. Ja? Maar gisteren, ik weet niet of je gisteren op de tribune gezeten hebt. Ja, ik weet waar je naartoe wil. Ja. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Alleen, ja, maar dan ga ik even op de stoel van de jury zitten. Daar kunnen ze niks mee. Het is een keuring, exterieurkeuring in combinatie met beweging. En dat er dan bepaalde paarden met de voorvoeten richting voorbrengen slaan. Maar ik zal je niet laten zien wat ik in mijn boekje heb gezet. En ik weet niet hoe ver die komt. Maar bij mij staat die al, is die niet zo populair meer. Maar dat kan natuurlijk ook spanning zijn. Je moet een paard niet, want dit is natuurlijk de entourage en de spanning. Maar als hij het volgende week weer doet, hè, of straks bij de voorrijdagen, ik weet niet eens of die door is of niet. Ja, dat wil je niet. En dat is geen aangenaam, dat weten we zeker, dat is geen aangenaam karakter. Dat is niet iets wat we willen. Sinds een paar jaar zijn er ook van de hengsten, he, staat ook in hengsteninformatie. Ik noem al, dit is mijn belangrijkste boekje voor het jaar. Er zijn heel veel belangrijke boeken en het andere wil ik ook even laten zien. Dit is ook een fantastisch boek met heel mooi omschreven van allerlei facetten van het Friese paard. Maar dit is voor mij een must. Hier staat zoveel informatie in per hengst.
En wat wel leuk is, ik ben het er niet altijd mee eens hoe dat erin staat, omdat ik ook heel veel zelfpaden wil zien. En dan denk ik, oh, ik zie dat anders. Maar dat mag, iedereen mag. Maar het is een heel veel waarde. Wat voor mij ook heel erg van waarde is, dat we nu ook een karakterscore-index hebben, op 4 onderdelen. En daar heb ik, alleen niet ik, maar dat is ook van het belang van het Friese paard, daar moeten we heel erg voorzichtig mee zijn van wat gaan we doen met het Friese paard. Want uw voorbeeld, ja, dat is niet wat we willen. En dan hebben we hem alleen nog maar aan de hand. Dan doen we er nog niks mee. Ja. Nee, dat was gisteren, ja, een van de jonge paarden die hier in de tweede bezichting was. Die ging op zijn achtervoeten staan en die sloeg echt gericht met zijn voorvoeten naar de voorbrengers. Nou kan dat een keer gebeuren, want het is spanning en weet ik het, maar deze deed het vaker dan één keer. En ja, dat vinden we niet prettig. Dat is geen aangenaam karakter. Alleen aan de andere kant, die paard is half jaar vol van de stress en de spanningen. Je moet hem ook niet in één keer natuurlijk afslachten, want misschien over, is hij wel zo over zijn theewater en doet hij het nooit meer. Hè? Dus, maar ik heb het ook gezien. In de score is twee hoofdonderdelen. Stalgedrag, hè? Hoe is die in de box, hoe is als je hem eruit haalt, hoe is hij bij het opzadelen, bij het inspannen. Heel erg belangrijk, voor mij heel waardevol. Heel veel paarden op stal gehad, ook wel eens paarden op stal gehad, die kon ik alleen mezelf bij in de box. En mijn familieleden niet, ja, die gaan de laan uit, weg ermee. Ik wil gewoon 100% mijn paard in de box kunnen vertrouwen. En dan het volgende onderdeel is gebruik. Hè? Sensibel, snel afgeleid, inzet, uithoudingsvermogen. Heel erg belangrijk. En denk ook dat we nogmaals qua fokkerij daar echt wel de komende jaren, daar zijn we nu ook mee bezig, om dat te fine-tunen, daarop door te ontwikkelen. En in ons selectiebeleid, hengsten in het centraal onderzoek die niet bewerkbaar zijn of een heel erg vervelend stalgedrag hebben, die worden niet goedgekeurd. Dus er wordt wel op geselecteerd. Maar het kan aan mij niet hard genoeg. Want een paard waar je niet mee om kan gaan, is zeker geen Fries paard. Moeten we ook absoluut niet willen. En wat Mark Peter Spaan ook zegt, van, hey, is natuurlijk internationale professionele ruiter. Hij zegt, ik wil niet iedere dag in gevecht met mijn paard, of die nou jong is of internationaal loopt. Hij moet gewoon fijn bewerkbaar zijn, hij moet altijd voor je willen gaan. Het moet gewoon altijd aangenaam zijn. Bij het opzadelen, stilstaan, wegrijden, beginnen met trainen. En niet eerst 10 minuten elke keer weer een gevecht hebben van, hey, ik ben de baas, je moet naar mij luisteren. He, terwijl wij, of ik wel eens denk, van ja, die hele hete paarden, die vindt de top fijn, want dan kunnen ze verder mee komen. Hij zegt, flauwekul verhaal. Die hele vervelende paarden, die wil ik niet eens, want ik wil niet iedere dag in gevecht. Die gedachtegang die snap ik wel, alleen we kunnen het niet meten. En ik vind dat we dat moeten kunnen meten en dat we daar ook grenzen aan zetten. En zeker, maar daar kun je bij de hengstenselectie rekening mee houden, hè, want de niet aangename karakters worden eruit gegooid, gelukkig. Alleen er komt wel eens een hengst doorheen die later blijkt dat die nakomelingen niet altijd heel lekker zijn. Voor mij is dat niet compensabel. Maar dat is individueel. Hè. Je kunt, er kunnen nog zoveel goede kenmerken zijn. Maar als ik een karakterindex score zie die ver beneden de 100 is, laat ik hem lopen. Want nogmaals, ik wil een fijn paard met een fijn paard door de dorpen in de box hebben. En dat hij dan andere goede kenmerken heeft, succes ermee. Sterker nog, als voorzitter van de Fokkerijraad, heb ik de mening van afkeuren. Maar ik ben niet alleen baas, gelukkig, want dan werd het wel eens wat zwart-wit. Maar ik vind dat je die niet in de populatie moet hebben. Want je verankert het wel ook. Je haalt daarmee je algemene karakter wel naar beneden. En dat hij dan wat onverwant is of een hele mooie dikke staart heeft, of weet ik het allemaal. Nou, bij een aankomeling onderzoek ben je natuurlijk maar tot 3 jaar. Ja. En vervolgens kan je het gebruik niet. Nee. Van dat paard. Dus die hengst die ga je de nieuwe voordelen of afkeuren. Of een bad zetten of wat.
Nou, bij de ABFP, de 20 die op ABFP getest worden, nakomelingen, ja, daar krijg je heel veel informatie uit. En dan komen er nog... Dan kan je de enkels niet meer afkeuren. Nou, dat is maar de vraag. En ik heb de mening, maar ik hoop ook wat discussie uit te lokken, van afkeuren. Onder een bepaalde score, weg. Maar dan moet je wel in je reglement op. En je kunt niet vandaag zeggen, vandaag waait de wind uit het westen, nou gaan we die maar afkeuren. Dan moet je beleid op maken. Maar zo ga ik die onderwerp. Maar dan zijn er wel mensen in de fokkerijraad die zeggen, ah, joh, dim even, dat kan helemaal niet, want zo en zo. Ik vind het wel een leuke discussie. Nou, in de ABFP zijn allemaal professionele mensen die kunnen, als ze heel vervelend op stal zijn, ja, dan zijn ze daar 6-7 weken heel vervelend op stal. Dat kan die stalmanager heel goed scoren. Als ze in het werk heel erg fijn zijn, hè, wat we wel zien is, soms zijn paarden die komen met 6,5 door de ABFP, maar je ziet die ruiter en Amazone, die straalt van oor tot oor, want hele fijne paarden, altijd erop zitten, gelijk aan het werk, hele fijne paarden. Dat is anders. Je hebt natuurlijk altijd te maken met de aanlevering en hoe komen ze daar. Maar uiteindelijk, als je ze 5-6 weken onder het zadel hebt, dan heb je best, hè, ondanks van wat ze al weten, weet je wel van nou, deze heeft veel inzet of deze is. Hè. Maar hoe verder je natuurlijk, hoe verder ze doorgereden zijn, ja, hoe meer milieu-invloeden. Maar dat is het voordeel van ABFP. Dat zijn jonge paarden, hè. Die zijn wel of niet beleerd of net beleerd. Die zijn nog niet helemaal doorgereden. Maar alles is discutabel, dat is het leuke. Is het altijd waarheid en wetenschap? Ja, we proberen dat wel door de gemiddelde cijfers daar allemaal van te nemen. Nou, bij de hengsteninformatieindex, en dan houden we op over karakter, want anders brandt die begint mal aan te kijken en nou heb je je punt wel gemaakt. Je kunt er zeker in je selectiebeleid, kun je daar gelukkig al veel meer mee. Je hoeft het niet alleen maar vanuit de wandelgangen praat van die hengst zijn wel braaf en die niet. Dat is fantastische verhalen. Hè? Over de meest fantastische, niet brave paarden gaan ook hele mooie verhalen rond. Omdat er altijd weer andere belangen spelen. Dit is gewoon objectieve informatie. Tuurlijk. Ja, dat is het ook. Als je nou doorslaat naar een heel vriendelijk karakter, en in de politiesport willen we allemaal onder hetzelfde, want we willen steeds meer presteren. Ja. De jonge meiden die willen steeds hoger op, ja. Want dat is gewoon een strijd. Dat is ook goed voor de handelswaarde, maar als je daar heel kritisch in bent, dan loop je daar toch tegen, dan kun je helemaal maken paarden kiezen. Ja. En dan moet je wel tonen. Ja. En hoe hoger je gaat rijden in de dressuur, hoe meer dat ze moeten presteren en hoe moeilijker dat is. Dat wordt denk ik echt het karakter eruit. En daarom zijn deze drie punten heel belangrijk. Want misschien kom ik inderdaad over, je moet gewoon een hele brave Fries op stal hebben. Maar dan kan die ook niks. Ik chargeer weer even. Hè. Maar dat is absoluut niet waar. Want er kan best een hele brave Fries zijn die heel erg bewerkbaar is. En dat is met name ook belangrijk voor als je verder wil. Maar die heel veel inzet heeft en heel veel uithoudingsvermogen. Dus we zoeken het wel in één. En waar we ja, wellicht denken van ja, maar die hele hete karakters, die komen alleen maar in de top. Nee, dat is absoluut niet zo. Alleen ze moeten wel bewerkbaar inzet en uithoudingsvermogen hebben. En alleen maar een braaf paard die niet te bewerken is of geen inzet of uithoudingsvermogen heeft, ja, daar kom je niet zo ver mee. Daar kan ik prima een rondje mee door het bos. Alleen, ja, die zal niet internationaal gaan lopen. Ja, exterieur, hè, dat is kenmerk 3 van het fokdoel. Wat ik overigens, dat had ik eerder moeten zeggen. Hè. Fokdoel is gezondheid, vitaliteit, 2 karakter, 3 exterieur en 4 sportaanleg. En er voelen een aantal mensen die voelen hun wat gepasseerd, maar sport is zeker niet belangrijk. Nee, het is geen kwalificatie van dat het ene belangrijker is dan het ander. Ze zijn alle 4 heel belangrijk. En juist de mix van die 4, dat maakt het heel interessant. En daarmee willen we aan de slag. Alleen je moet ergens mee beginnen. Maar qua belangrijkheid zegt dat niet alles. Nou, hoofdlijnen. Als jullie het goed vinden, ga ik hier even wat sneller doorheen. Raskenmerken, het moet een rastypisch paard zijn, veel behang. Mooi klein hoofdje, hals,
Liefst een gitzwarte kleur. Is dat momenteel wel eens wat lastiger, want de verfpot die doet ook zijn ding bij de keuring. Dus zijn ze, als ze gitzwart zijn, zijn ze dan ook echt gitzwart. Maar wel belangrijk, bouw, hè, functionele bouw. Er is best wel wat discussie over de bouw. Heel functioneel wil wel zeggen van, past dat wel bij het, zeker het oorspronkelijke klassieke lauwpaard met zijn kort of hellende kruis, dat soort dingen. Ja, die willen er wel graag wat uit halen, omdat het niet altijd heel functioneel is. Wat ik zelf wel leuk vind, zo'n hele strakke rug, is dat functioneel? Wordt best op de keuring wel positief op gekeurd, maar is het heel functioneel? Nou, daar hebben we wel eens wat discussie over. Nou, beenwerk spreekt denk ik ook voor zich. Hè. Hard en droog benen, goede hoeven eronder, goed gesteld. Daar kun je denk ik niet hard genoeg op selecteren. Zeker niet in hengstenlijn. Want ja, je wilt gewoon een goed fundament hebben. De paard moet daar liefst 25, 30 jaar op rondlopen. Moet daar van alles mee kunnen. Wel leuk, je hoort bij sabelbenigheid, dat wordt bijna een raskenmerk als je hoort in de toelichting. Als je naar de scores kijkt, valt dat wel wat mee. Hè, maar een recht achterbeen, vanuit de wetenschap, dat is veel erger. Want een recht achterbeen, daar zit geen vering in, die kan niet goed onderbrengen. Dus misschien is dat wel veel kwalijker dan een iets sabelbenig. Te sabelbenig is natuurlijk ook niet goed, want dan moet hij vanuit zijn staart komen. Maar stokmaat hoort ook bij exterieur. We willen graag een paard van ongeveer 1,65. Maar ja, ik ben ook ietsje langer en mijn vrouw is ongeveer 1,65. Hè, dus onze kinderen zijn toch weer redelijk van stokmaat inderdaad. Ja. Nou, er zijn van heel veel hulpmiddelen voor exterieur. Hè. Ik ben zelf een echte keuringsliefhebber. Je gewoon veel paarden kijken. Niet alleen vanuit het boekje. Het boekje is heel belangrijk. De informatie op de website is heel belangrijk. Veel paarden kijken en je eigen visie daar een beetje ontwikkelen. Lineair scoreformulier. Hè. Veel informatie over je individuele paard, hè, als die wordt gescoord op 3- of 4-jarige leeftijd. En dan heb je nog de indexen van de paard. En dat zijn de fokwaarden. En dan zeggen mensen wel, ja, maar dat strookt niet met mijn lineaire score. Nee, de lineaire score is het individuele paard wat gescoord wordt. Hè, dus hoofd, hals, en zo zakken we langzaam af met de cijfers eronder. Maar indexen, die kijken ook naar de moeder, vaders en allemaal wat erachter zit. Dus dat is niet één op één. Ja, mijn lineaire score, dat lijkt niet op mijn fokwaarde. Nee, dat klopt. Want als je bijvoorbeeld een paard hebt met wat weinig rasuitstraling, terwijl de vader en de moeder en alles erachter zit, wel heel veel raskenmerken vererft, dan scoort die hoog. Op raskenmerken, terwijl die het zelf misschien even niet laat zien. Maar het zit wel in zijn genen. Hè? Genotype, alles wat erin zit. Je ziet het misschien zelf aan het paard niet, maar het zit er wel achter. Nou, indexen, heel belangrijk. Maar wat je net ook zei, loop er alsjeblieft niet alleen maar achteraan. Want dan komen we allemaal bij dezelfde 2-3 hengsten uit. En dan duiken we met z'n allen in een fuik. Wel heel belangrijk. Nou, een sportaanleg, nogmaals gezegd, niet dat dit nummer 4 is van het fokdoel, dat het niet belangrijk is. Het wordt steeds belangrijker, mensen willen steeds meer sport. Er worden 4 sporten genoemd in het fokdoel, maar eigenlijk zijn het er veel meer. Dressuur, mennen, samengestelde met aangespannen sport. Nou, aangespannen sport is natuurlijk ook divers. Maar wat heel belangrijk is, we willen ermee door het dorp en door het bos. Maar we willen ook graag straks eens een op de Olympische Spelen. En dan word ik altijd uitgelachen als ik zeg, het doel moet zijn, er moet een Fries paard op de Olympische Spelen. En dat gaat gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Het zal waarschijnlijk niet via Nederland kunnen. Want via Nederland is de concurrentie een beetje groot. Maar heel belangrijk voor de PR en de waarde van het Friese paard. Wat onder andere Mark-Peter Spaan laat zien internationaal, is heel erg belangrijk voor onze populatie. En natuurlijk dromen we er allemaal van dat
een van onze banen daar ook loopt. We willen ook graag dat een van onze fokkend fokproducten een kampioen wordt op de hengstkeuring of een centrale keuring. Nou, daar mag je allemaal van dromen. Maar heel belangrijk is ook die internationaal, dat we ons laten zien dat wij echt wel een sportfokkerij ook zijn. Maar we willen niet alleen maar hoge sport, we willen ook recreatie en liefhebberij. Dat maakt het best uitdagend. Nou, wat maakt dan uiteindelijk wat belangrijk is, zuivere stap, bewerkbare stap, draf en galop. In combinatie met het karakter, wat u ook zei, van ja, als je alleen maar een braaf paard hebt, maar je moet er 2 zwepen bij gebruiken en 5 sporen, ja, dat gaat niet worden. Dat gaat hem niet worden. Zeker niet om wat hoger op te komen. Als we ver uit de tijd lopen, dan zegt iemand, nog 3 minuten. Nou, wat zijn huidige onderwerpen binnen de Fokkerijraad? Nou, een stokpaardje karakter. We willen graag richting een certificaat, predicaat van karakter. En nu heb je een waslijst aan predicaten op exterieur en sport. Fantastisch, gaan we mooi zo houden, gaan we ook altijd verder doorontwikkelen. Maar hoe moet ik nou aantonen dat ik een braaf paard heb? Nou, daar zijn wat ideeën over en daar gaan we verder mee. Denk ik ook heel belangrijk voor de doorontwikkeling van de Friesen, dat we dat karakter wel, wat we er al hebben gehad, in de gaten houden. We willen niet alleen maar die heethoofden, plat gezegd. Nou ja, bloedspreiding, wat we al hebben gezegd, het onderzoek, het fokkerijonderzoek is er, maar we moeten nu, degene die we nu hebben, moeten we absoluut proberen vast te houden. Dus dan een oproep aan jullie allemaal, als jullie meerdere medische... Loop niet allemaal aan dezelfde toe, maar spreid zoveel mogelijk. Ga ook eens out of the box denken. Binnen het Friese paardenstamboek dat wel, want anders krijg ik... ik zie al enkele mensen naar me kijken, dat die denken... We willen kijken, we zijn bezig met het herijken van de hengstenselectiereglementen. Uiteindelijk, die reglementen zijn ooit een keer opgesteld, met de beste bedoelingen. Een van de onderdelen die erin staat... Zet het niet gelijk op Facebook, want dan heb ik morgen weer een probleem... Maar als er een stukje wit in de hoeve zit, dan gaat zo'n hengst eruit. Terwijl we eigenlijk nu al wel weten, van, oh, is dat erfelijk? En hoe erg is dat nou als er een klein wit stukje in de hoeve zit? Maar dat zal een van de dingen zijn waarvan wij als Fokkerijraad straks het advies geven. In overleg met de hengstkeuringscommissie. Nou, haal die regel er maar uit. We kunnen ook niet ontdekken dat het er steeds meer worden. Het zijn altijd maar 1 of 2 per jaar... die er om een klein wit stukje in de hoef uitgaan. Nou, en zo zijn er wel meer dingen. Die zeggen, ja, we doen het nu al jaren zo, maar wat nu heel mooi is en wat ook de doorontwikkeling is, er worden steeds meer hengsten aangewezen voor de voorrijdagen. Want het is gewoon best lastig en ook knap als je al aan de hand kan zien wat je in de aanleg gaat presteren. Ik ben ervan overtuigd dat onze jury heel kundig is. Maar die kunnen het ook niet met zekerheid voorspellen van die wordt heel goed in de sport en die wordt ietsje minder in de sport. Alsjeblieft, zadel erop proberen. Wel, minimale voorwaarden. Wij hebben ook gezegd van je wilt een dekhengst, moet wel aan de basisvoorwaarden voldoen. Minimaal sterwaardig zijn. Sperma en röntgenologisch moet die ook op orde zijn. Dus we laten niet alles maar vallen en als je het goed onder het zadel doet, dan hebben we een dekhengst. Nee. Dat gaat dan ook weer te ver. Nou ja, best een lastig onderwerp is de registratie outcross. Er zijn mensen die beginnen te kruisen. Dat is goed, ik heb het zelf 20 jaar geleden ook ooit een keer gedaan. Als gewoon toen ik nog langer haar had en nog wilder was. We zijn er nu mee bezig dat we ze wel willen gaan registreren. Dan moeten we de reglementen voor aan gaan passen. Maar de huidige stelling is dat ze niet mogen doorstromen naar de hoofdsectie. Dat is best een lastige discussie. Dus je gaat ze wel registreren, maar uiteindelijk gaan we er eerst nog niks mee doen. Mogen ze wel of niet gekeurd worden? Hele leuke discussie is dat. In de reglementen van het Fries paardenstamboek zijn heel helder. Als wij niet Friese paarden willen opnemen, dan moet er een referendum voor georganiseerd worden. Dan moeten 90% iets van vinden. En niet alleen de ledenraad, maar 90% van de leden moeten daar iets van vinden. Of die moeten daarvoor zijn, voordat we dit open gaan zetten.
Nogmaals, ik ben ervan overtuigd, mensen doen het met de beste bedoeling, maar dat we binnen het stamboek gaan oplossen. Maar nogmaals, daar hebben we de wetenschap voor nodig. Ik fok ook al best een paar jaar met hele kleine aantallen. Natuurlijk heb ik ook wel eens een teleurstelling. Maar alle drie mensen zijn weer gewoon drachtig. De oudste is 19. En ja, het is niet alleen maar ellende. Maar het blijft levende haven. Zo nu dan heb je een jaar, dan denk je van nou krijg ik alle pech, krijg ik op mijn dak. Dat is niet leuk. Maar wel met levende haven en een fokkerij. En wat we willen is graag lange termijn doelen. Wat willen we nou echt met het Friese paard over 1, 2, 3, 4 generaties? Waar willen we echt naartoe? Ik vind dat een beetje ontbrekende factor momenteel. We zitten heel vaak heel in het hier en nu. Doen we met de beste bedoeling. Maar waar willen we nou echt naartoe met het Friese paard? Eigenlijk in de 60 en 70 jaren waren dat soort visionairs, die waren er wel. We willen naar recreatiesport. Dus wij moeten het paard anders gaan maken. En ik roep nu niet op dat we het paard heel anders gaan maken. Maar bijvoorbeeld op karakter moeten we daar wel heel goed over nadenken. Van ja, wat willen we daarmee? Hele leuke discussies. En één ding is zeker, we worden het nooit met elkaar eens. Ja, dat vind ik dan weer leuk. Misschien nog één opmerking over... Ja? Ja. Want ik vind wel eens waar je vogeltje fokken. En het is een eng vogeltje. En je wilt er klein geld van maken. Ja. Dan loop je daar al tegenaan. En als er allemaal raakjes in de zandhoek, dan zijn ik al versleten. Ja. Voordat ik daar een keer. Ja. Nee, dat klopt. En ik ben het helemaal met u eens. En ik ben ondernemer en ik wil altijd heel snel. Alleen we hebben wel te maken met een organisatie en verschillende geledingen. Hè. En die moet zijn plasje erover doen en dat moet zijn plasje. Dus maar als het aan mij ligt, dan is het overmorgen klaar. Maar moeten ook de reglementen daarop aangepast worden? En dat kan maar twee keer per jaar via de regio's en via de ledenraadsvergadering. Maar dat staat echt wel op de prioriteitenlijst. Want ik vind het inderdaad ook heel erg zonde dat we hengsten daardoor, en ook al in het begin, door verliezen. Omdat zij iets hebben wat ons, denk ik, niet heel veel negatiefs brengt. Vragen, andere vragen? Ja. Om daar een beetje druk op te zetten. Ja. Dat moet nog van jullie uit. Ja. Zijn wij met de slag. Hele leuke discussies hebben wij ook binnen de Fokkerijraad. Van eigenlijk, bloedspreiding is twee dingen. Zoveel mogelijk hengsten van verschillende afstammingen keuren. En ook merries die onverwant zijn of minder populistisch zijn. Maar aan de andere kant kun je het ook aan de bovenkant oplossen door te zeggen dekbeperking. En ik noem ze maar de veelplegers, heel oneerbiedig. De veelplegers, die bepalen wel een groot deel van de dekkingen. En misschien moet je wel zeggen van die 180, of de hengsten die goedgekeurd zijn op nakomelingen, daar gaan we een plafond in bouwen. Wij hebben vanmiddag nog een gesprek met Bart Ducro en Marije Steens, maar ook over dit onderwerp. Aan de andere kant, en dat is dan de politieke keuze, er zijn maar enkele veelplegers, zeg maar, die heel veel dekken. Ook die veel dekken als ze zijn goedgekeurd op nakomelingen. Dus als je qua percentage en aantallen ziet, valt dat wel een klein beetje mee. Maar als je het echt moet gaan aanpakken, dan moet je zeggen van jongens, alles mag maar 100 dekken. Dan gaan we reguleren. Maar ik denk dat de wereld dan ook op zijn kop staat. En nou ben ik niet zo bang voor hengstenhouders. Want de laatste categorie, en dan moet ik heel voorzichtig zijn wat ik nu ga zeggen. Van ja, maar dat kost hun geld. Wij zitten hier niet voor de portemonnee van, we zitten hier voor het totaalbelang. En een hengstenhouders, dat zijn fantastische ondernemers. En die hebben nu misschien 3, 4 hengsten op stal en dan hebben ze wel 6 hengsten op stal. Daar hoeven we geen medelijden mee te hebben. Alleen het foktechnisch kun je dat maken. Dat is wel heel belerend en een grote impact dat je zegt van we gaan die dekaantallen verplicht naar beneden bijstellen. Dat doet iets met marktwerking, met prijzen van bepaalde dekgelden. Maar dat kan, dat kun je accepteren als eigenaar, als fokker. Maar dat is wel een dilemma. Maar wij zoeken het eerst in de breedte. We zien wel een mindset verandering. Dat onverwante hengsten, die worden meer gebruikt. Dus mensen zijn wel aan het nadenken. Die denken ook wel, als we alleen maar achter diezelfde... Qua inteelt loop je ook vast.
Want als je alleen maar, zeg maar, de vijf veelplegers met elkaar dekt, dan loop je hartstikke vast qua inteelt. En ik ben ervan overtuigd dat mensen die gaan daarover nadenken. Die gaan ook andere hengsten gewoon gebruiken. Andere vragen? Dat is wel allemaal zo natuurlijk bij u dan. Zegt, we lopen tegen dingen aan met de meerdere schokken van de veel, die vormen veel meer dekking. Ja. Een percentage van eerste premie en die soort dingen. Ja. En je gaat een beetje shoppen zodat u dan het schetste. Dan de minder scoringskans om eerste en tweede premie vullen is gebleken. Klopt. Dus ja, op een gegeven moment. Ja. Klopt. Nee, dat klopt. Hè. Als wij inderdaad denken aan de keuringen en de indexen en lineair scoren, dan klopt uw verhaal helemaal. Maar we zien wel een andere beweging die zegt, ja, maar ik fok niet voor de keuring, ik wil iets met mijn paard doen. En wat wel aardig is, dat zijn vaak niet de vijf veelplegers die nou echt de sportpaarden, waar die naar boven komen drijven. En dat geeft ons ook hoop, dat mensen zeggen, nou, dan, ik neem het maar op de koop toe dat misschien mijn keuringsresultaat ietsje minder is. Maar dit is ook wishful thinking natuurlijk voor mij. Maar we zien daar wel een verschuiving in. En het is ook aan ons met z'n allen om dat gewoon te gaan doen. Ik probeer ook... Fantastisch. Het afgelopen jaar, die 7, dat heeft de Hengstencursuscommissie, en dat is niet alleen omdat wij dat hebben gevraagd, die 7 die waren er natuurlijk ook. Ze moeten er wel zijn. Hè? Als ze niet regelmatig in het centraal onderzoek zijn, kun je nog zo'n geweldige spreiding hebben, weet ik. Ja, maar dan kun je ze ook niet goedkeuren. Maar afgelopen jaar is echt, en ik hoop dat we dat, en in mei mogen ze 12, 15 gaan goedkeuren. Maar ja, dan hebben we dat wel te pakken. Daar waren achterin de deur. Ja, daar achterin. Ja. Ja, veel gehoord inderdaad, alleen u noemt het een stap achteruit, ik noem het een stap in de breedte. Want achteruit gaan we denk ik niet, alleen misschien fokken we wat een mooie typisch minder mooi keuringspaard. Maar daarmee kun je fantastisch wel een paard waarvan je internationaal gaan starten. Want daarvan ben je niet afhankelijk van je keuring. Maar dat is... Ja, maar we zijn vol, die bloedspreiding, dat is gewoon onze opdracht. We willen gewoon, de opdracht is van iedere goedgekeurde hengst, willen wij één goedgekeurde zoon. Bedankt wel voor de Fokkerijraad, dat is wel heel belangrijk dat de KNVS en de grote organisatie wel de vrienden zetten en de general membership gaat informeren. Ja. Hoor, dat mag. Maar aan de andere kant, die studie, nogmaals, ik wil niet de suggestie drukken, dat wekken, dat wij 4 jaar gaan lopen wachten. Nee, we zijn hier dus heel erg aan. Met bloedspreiding, met karakter, met dat soort dingen. Wij gaan niet wachten op het onderzoek en dan zien we wel hoe de wereld er dan voor staat. Nee, we gaan nu. Zijn jullie als fokkerijraad, zijn jullie daar nu mee bezig? Wat gaan we doen zoals we die uitkomst hebben van die 4 jaar? Nu hebben we al zo'n beetje het idee, we gaan die kant uit. Nee. Nee. Nee, uiteindelijk is het net zo. Ik zie dat maar, ik vergelijk dat maar met Waterhoofd en Wergen. Als we weten waar het zit, kunnen we er ook iets mee en gaan we er absoluut op selecteren. Maar omdat we in een gesloten populatie zitten, kun je niet zeggen van ja, de helft is drager, dus die helft doen we niks meer mee. Nee, dan lopen we helemaal weer vast. Maar we kunnen wel door generaties door te selecteren zeggen, ja, daar willen we vanaf. Risicoparingen willen we sowieso niet, maar uiteindelijk,
willen we er vanaf? Alleen ik weet ook niet, ik ben best heel jong, maar dat ik dat allemaal nog ga meemaken, dat we dat eruit hebben. Maar ik hoop wel dat we dat in kaart hebben en dat wij daarop kunnen selecteren. En daar gaan we natuurlijk, daar zijn we volop mee bezig. We willen het eruit hebben uiteindelijk. Maar laat helder zijn, er wordt geschetst dat de Fries Paard heel veel problemen heeft. We hebben wel wat, maar overal zitten de problemen. Alleen we moeten onszelf ook niet gek laten maken dat alleen maar de problemen met Friese Paard zitten. Dat is natuurlijk niet waar. Maar we hebben wel uitdaging. We weten dat we deze problemen met het Friese Paard hebben. Want nu wordt er wat aan gedaan. Precies. Veel andere organisaties. Nee. Struisvogelpolitiek. Nee, helemaal helder. Hier ben ik juist een vraag. Ja. Een hele andere vraag. Ja. 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 Nee, maar en die discussie, hè, we gaan eerst, zoals het nu lijkt, ik ga stoppen hoor. Maar ja, als ik één keer op stoom ben, dan raak ik nooit meer uitgepraat. Maar we gaan in eerste instantie alleen maar registreren. Punt. Want stel dat we dat nodig hebben, dan hebben we ze nodig. Ik denk niet dat we het nodig hebben. Maar wel ook een beetje onder druk van gaan we ze registreren. Maar we gaan het absoluut niet zomaar inmengen in de hoofdsectie en weet ik wat. Dan ben ik, dan treffen ze mij ook nog twee keer. Niet dat ik dat bepaal, maar... Ja. Nou ja, dit is de laatste. De Amazone zit in de zaal, dat is best leuk. Blijf vooral genieten van je Friese paard. En ga ermee aan de slag. En laat je niet gek maken door anderen, want... Het is gewoon 24-7 genieten. Dit paard kwam het jaar ervoor, uit de ABFP. In juli, eind juli. Dit was de Fokdag Blauwhuis in Harig. Daar won dit paard, maar vooral ook de Amazone won daar best gaand rijpaard in drie weken tijd. Hè. Dus ja, dat zegt ik ook iets over karakter en inzet en bewerkbaarheid. Dat zegt ook iets, want ze zitten nu bij over de fantastische Amazone natuurlijk, dat ook. Maar blijf gewoon genieten en veel plezier houden van je Friese paard. Dank jullie wel.